Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Dit is het weekjournaal van Excelsior 31 TV. Vandaag gaan we loten voor het Fletcher toptoernooi. Dat gaan we doen met organisator Artjan Dennekamp en Excelsior 31 speler Michel Gertsen-Mulkes. Voor de hoeveelste keer wordt dit toernooi gehouden? Dit jaar is de zesde editie alweer. En je hebt al 5 keer geloot? Nee, dit wordt de 3e keer. Dus je hebt de smaak te pakken? Ja, ze zochten een ervaren iemand en moet je bij mij zijn, hè? Ja, Oké, een ervaren iemand. Wie doen er allemaal mee? Ik heb net gehoord Jong Vitesse, Jong Twente, Jong de Graafschap, HHC Hardenberg, SVZW, wij natuurlijk, helemaal vergeten, Excelsior 31. Kwik 20 en HZVV, dacht ik. Mooi deelnemersveld, of niet? Ja, dat is 3 jonge teams, dat is altijd lastig. Een tweede divisie, dan nu een 3e divisie. En dat is een mooi deelnemersveld, inderdaad. Hoe moeilijk was het om deze 8 clubs bij elkaar te krijgen? Ja, dit jaar denk ik wel extra moeilijk. We hebben ervoor gekozen om het toernooi dit jaar op 6 en 10 augustus te organiseren. Dus een week eerder dan afgelopen jaren. En dat betekent gelijk dat je voor heel veel eerste en hoofdklasseclubs dat je het heel moeilijk maakt. Want dan zit je heel vroeg in de voorbereiding. Veel clubs die weer een voorbereiding in 2 delen hebben. Dus het was wel iets lastiger. Maar goed, dat heeft wel wat resultaat opgeleverd. En dat is ook in de vakantie volgens mij, of niet? Het is voor ons midden in de bouwvakantie, ja. Nou, laten we nu overgaan tot de loting. Jij mag loten en je geeft aan Artjan, heb ik begrepen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ja, dat gaan we zien, Leon. Okay, succes. Ja, we beginnen met Pool A. Ga je gang, Michel. In Pool A komt dus Vitesse. Gaan we over naar Pool B. Kwik 20. De eerste in Pool B is dus Kwik 20. Ja, de Graafschap komt als tweede in Pool A. Jammer dat NEC niet meedoet. Michel moet altijd een geintje maken tussendoor. Dan krijgen we FC Twente. Dat is mooi. Bij Kwik 20 in de pool, FC Twente. Kijk. In Pool A, naast Vitesse en de Graafschap... De 3e divisieclub Excelsior 31. Ah, was de bedoeling. Pool B, SVZW naast Kwik 20 en FC Twente. Michel, wie hoop jij als 4e in Pool A bij Excelsior 31? Want we hebben volgens mij nog HZVV en HHC Hardenberg. Lijkt me een mooie pool dan. Ja, toch. Weet je waar je staat. Nou, als 4e in pool A. Is geworden. HZVV uit Hogeveen. Ja, daarom zei ik ook HZ. Dat juist niet. Dan wordt het er niet. Omgekeerd psychologie. En de laatste in pool B. Ja, dus kan er maar eentje zijn. Dat is HHC Hardenberg. Dus Pool A bestaat uit Vitesse, De Graafschap, Excelsior 31 en HZVV. En Pool B bestaat uit Kwik 20, FC Twente, SVZW en HHC Hardenberg. We spelen dinsdag 6 augustus en zaterdag 10 augustus. 6 augustus beginnen de eerste wedstrijden om 6:30. En zaterdag gaan we verder met de eerste poolwedstrijd of de laatste poolwedstrijd om 1 uur. En verwachten we rond 4:30, 5 uur klaar te zijn.
6 en 10 augustus dus, het Fletcher toptoernooi bij Excelsior 31. Binnenkort kunt u op de website het speelschema en alle overige informatie verwachten. Dit weekjournaal zit erop. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.